Bij ons op de bank is komen zitten Fatma van de opleiding dierverzorging. Fatma, wat ik mij afvraag, hè, zo'n week bij dierverzorging, hoe ziet die eruit? Nou, je hebt dus theorie en praktijk. En wat we dus hebben, is we hebben op bepaalde dagen hebben we gewoon normaal theorie. En op andere dagen moeten we op school moeten we de dieren gaan verzorgen. En dat is dan de praktijk. En dan moet je gewoon alle dieren voer geven, water geven, alles schoonmaken. En dan heb je ook op andere dagen stage. En dan moet je gewoon doen wat je op je stage gedaan moet worden. Oké. Okay. Ja. Ga je ook wel eens ergens heen met school? Een excursie of zo? Ja, we zijn naar de Apenhul geweest. En naar andere dierentuinen. En ook wel eens naar hondenscholen. We gaan eigenlijk best wel vaak op excursie. Ja, hoe vaak gaan jullie op excursie dan? Volgens mij sowieso wel één keer in de maand ongeveer. En ook andere klassen gaan ook op een gegeven moment, moeten ze één keer in de week, gaan ze naar de hondenschool toe. En daar leren ze dan meer over de honden. Dus je hebt echt wel veel meer te doen dan alleen met theorie. Dus echt heel veel praktijk. Ja, echt heel veel praktijk. Ah, klinkt fantastisch. Het is echt leuk. Ja. In het volgende filmpje gaan we kijken naar een groep leerlingen die op zo'n excursie is geweest. Hi Danielle. Hoi. We zijn hier in de Apenhul. En jij loopt hier stage. En achter jou zijn allemaal leerlingen aan het werk. Leerlingen van de Groene Wellen, eerstejaars. Zou je kunnen vertellen wat ze aan het doen zijn? Nou, ze zijn bad aan het strippen voor van de winter. Want zoals je weet hebben we in de winter hier geen bad meer. En we hebben wel een paar apensoorten die echt bad moeten eten in de winter. Zoals de neusapen, de langoeren en de kroonsiepata. En daarvoor moeten wij zo'n 1600 bladpakketten inviezen. Zo, dus dat is nog een flinke klus. Ja, dat is een flinke klus. Vandaag hopen we in ieder geval een groot deel van het eikenblad in te vriezen. En dat is wel het meeste wat we moeten hebben. Dus. Oké, okay. Nou, ik zou zeggen, zet de leerlingen maar goed aan het werk. Ja, dat zal ik doen. En dan ga ik nog even een kijkje nemen bij ze. Ja, is goed. Dankjewel. Las, kom op. Niet altijd. Touwtjes We hebben hier heel veel bladeren liggen. Nee, ik heb de touw er niet onder. En daartussen die bladeren, daar zitten Dickie en Sven. Lukt het een beetje, jongens? Ja. Ja.